duizenden mensen die een gemeenschappelijk idee hebben. Het idee namelijk dat je wel solidair met elkaar kunt zijn. Dat vrede en rechtvaardigheid elementaire fundamenten zijn van een wereld die wij willen. En dan zie ik die gezichten, dan zie ik dat vuur, ik zie die mensen op het podium staan. En dan denk ik van ja, dit is belangrijk. Dat we hier zijn, dat we samen zijn, dat we iets kunnen delen. Want dat geeft, denk ik, de energie om ook door te gaan, om te streven naar de wereld die we eigenlijk met z'n allen willen. Als we met de fakkels lopen, dan beseffen we dat we in de hand iets hebben, een licht. Een licht dat niet zomaar is ontstaan. Een licht dat gecreëerd is om vrede in jezelf te maken. De Wereldvredesvlam is namelijk gecreëerd door vredeswerkers over de gehele wereld. Vanaf Noord-Amerika door een Indianenstam. En deze mensen van deze Indianenstam wisten dat er ooit een vuur bij hun vandaan gehaald zou worden om die Wereldvredesvlam te creëren. Maar ook de Aboriginals in Australië wisten waar ze mee bezig waren toen ze de vlam aanstaken om deze Wereldvredesvlam te creëren. Nothing go together, nothing go by side. Uit Zuid-Limburg en we zijn bij onze dochter bezoek en we hoorden dat toevallig. Ja. En we hadden zoiets van, dat is een leuk idee. Samen met de kerst zoiets te doen, dat is weer wat anders dan een nachtmis. Tegen het racisme en onverdraagzaamheid in het algemeen. En dus elk jaar speelt het weer een rol. Toch zijn we niet alleen. We konden samen eten met onze vluchtelingen in de Biep. En mijn wereld is klein. Ik zag mensen stroopwafels kopen op het 18 septemberplein. Ik zag mensen heel zacht lachen naar elkaar. Voor mij werd alles net toen het buiten donker werd, daardoor van binnen licht. We zijn niet alleen. Heeft iemand een vuurtje? Fijne kerst allemaal. Van 23 jaar wurde unser Haus van jungen Rechtsradikalen angestiftet. 5 meiner Familienmitglieder starben. Darunter meine 2 Töchter. Seit diesem Tag wird jedes Jahr am 29. Mai
und Gedenkveranstaltung vollbracht. In dem Sinne möchte ich dem Bürgermeister Jöritzma und der Gemeinde Eindhoven noch einmal für die herzliche Einladung und das Fest danken. Zoals de familie Gensch net heeft aangegeven, 25 jaar geleden, het drama in Solingen, eigenlijk het begin van dit prachtige gebeuren wat we hier nu met elkaar beleven, dat wij herdenken dat we met elkaar in een hele complexe samenleving leven. En daar gaan wij vanavond uiting aan geven. Wij gaan uiting geven aan respect voor elkaar, aan verdraagzaamheid voor elkaar. En wat hebben we eigenlijk nu geleerd van al die jaren? Wat hebben we geleerd van alle oorlogen? Wat hebben we geleerd van Auschwitz? Wat hebben we geleerd van Srebrenica en alle aanslagen die ons nu in deze tijd ons leven beheersen? Wat hebben we geleerd? En in hoeverre dragen ook wij een verantwoordelijkheid voor de haat die over de wereld waait?